Staatsolie heeft op 4 juli via de Staatsolie Foundation 3 projecten bij het Diakonissenhuis opgeleverd als onderdeel van het Nationaal Herstelplan Zorg, waarvoor $1 miljoen was gereserveerd. De projecten ter waarde van $85 en $46.000 omvatten apparatuur voor kinder- en oncologische zorg en een nieuw operatiesysteem. In totaal zijn 24 projecten bij diverse gezondheidsinstellingen uitgevoerd om de medische zorg in Suriname te verbeteren. De presidentiële werkgroepinstelling Kinderombudspersoon kwam op 5 juli 2024 bijeen op uitnodiging van de Commissie van Rapporteurs om de ontwerpwet voor de instelling van een kinderombudspersoon te bespreken. Tijdens een vergadering in de grote conferentiekamer van het parlement werden enkele wijzigingsvoorstellen besproken en in de conceptwet aangepast. Deze wet beoogt het stelsel van rechtsbescherming van kinderen te verruimen, inclusief het behandelen van klachten en de taken en bevoegdheden van de kinderombudspersoon. Het Korps Politie Suriname meldt dat de NVIBS op de Weidenbosbrug werkzaamheden zal uitvoeren om kabeldeksels te vervangen, te plaatsen en beveiligen. Dit gebeurt in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juli 2024 tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend. 3 voertuigen zullen de linkerrijstrook bezetten vanuit de richting van de rotonde van het Van het Hooghuisstraat naar Meerzorg. Weggebruikers moeten rekening houden met deze werkzaamheden en aanwijzingen van de politie opvolgen.